Maar ik ga eerst even. En dan nu gezien? Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe vlog. Mijn naam is Julie en ik denk jullie waarschijnlijk van, wat hebben wij iets gemist? Wel, nee, eigenlijk niet, want in de vlogs heb ik het nog niet meegedeeld en heb ik het ook nog niet gevlogd. Maar momenteel zit ik in Gran Canaria, ik ben op vakantie. De mensen die mij op Instagram hebben, die wisten dat. Omdat ik op Instagram al een paar dingen had gepost. Dus als je over alles op de hoogte wilt blijven, Instagram toevoegen en boom boom. En dus voilà, ik ben op vakantie in Gran Canaria. Groot probleem, ik ben al overal verbrand. Dus daarom moet ik met een t-shirt zwemmen vanaf nu terug. Dus ja, fijn, story of my life. Elke keer dat ik op vakantie ga, eindig ik bijna mijn t-shirt. Nu is het dan in de begindagen, dus hopelijk kan ik tegen het einde van de vakantie weer zonder t-shirt zwemmen. Aha. En ja, je zou denken, het is hier zo stil, zo rustig. Waar is iedereen? Wel, in onze kamer hebben wij gewoon een zwembad voor ons. Een klein privé zwembadje, dat is kei tof. Ik zal jullie straks een rondleiding geven in de kamer. Maar ja, hoe ben ik hier geraakt? Niet te voet natuurlijk, hè. Mijn vlucht zien jullie nu. En dus voilà, ik hoop op fijne vakantievlogs samen met jullie. Dat was nat. Wow. Waarom ziet dat er op de hele tijd zo sexy uit als je zoiets doet? Ja, bij mij niet. Ik had het nog eens proberen. Maar nu met zo'n sensueel muziekje om, oké? Ik ga mijn ogen niet open onder water, dus ik weet nooit waar de boord is. Ik neem jullie mee op mijn vakantie. Oké, er zijn drie belangrijke momenten als je op vakantie gaat. En dat is het ontbijt, de lunch en het avondeten. En met dat eerste gaan we nu beginnen. Het ontbijt was zoals elke dag weer overheerlijk. En nu liggen we hier, wij zitten onder een dak. Je hebt hier plaatsen met een dak, je hebt hier plaatsen zonder een dak. Maar gezien dat wij als reus verbrand zijn, gaan wij onder het dak. Ik heb ook een pet aan, omdat mijn schedel... Ik had echt pijn hier aan mijn schedel, omdat ik daar ook verbrand ben geweest door de zon. Nu gaat het beter, maar ik neem toch geen risico's, dus... Ik draag mijn pet nog even. Safety first, hè. Oké. Elke ochtend doe ik hier aan watervolleybal, omdat ik eet redelijk veel. En om toch niet te veel bij te komen, doe ik een beetje aan sport, dus ik ga gaan watervolleyballen. Pioe! Tijd voor deel 2, de hotdogs. Middag eten. Vaak hoor je mensen zeggen... Dinner with a view. Omdat ze een schoon uitzicht hebben. Deze is pas lunch with a view. Oké, we zijn nu na de middag en bijna elke dag komen we dan naar onze kamer omdat we hier een klein zwembadje hebben. En dan is het hier zoveel rustiger en zo weten zo relaxer. Dus dan komen wij naar de kamer en dan genieten wij van ons zwembad. Oké, ik heb een blikje Sprite. The truth is a refreshing. Dat was goed. Dat was in mijn neus. Hé, hey, dat komt niet mee zwemmen.
Nee? Oké. Okay. Meer plaats voor mij in het zwembad dan. Normaal gezien verlaten wij bijna nooit het hotel, omdat we het eten zo op beu beginnen te worden na een week. Dat is altijd zo hetzelfde. Allee, vooral bij mij. Ik eet vaak hetzelfde. Gaan we een keer buiten het hotel. We hebben ook nieuwe zonnecrème nodig. Dus we gaan eens een tourje doen in Gran Canaria. Voilà, een paar uur later zijn we terug in ons hotel. We zijn gaan eten, dan nog een dessertje, zo wafeltjes en zo. Het was een fijne avond. Oké, onze avond is toch nog niet afgelopen. We komen in de kamer en de elektriciteit is uitgevallen. Ja. Geen airco, geen licht. Dus ja, we hebben de receptie gebeld en ze gaan iemand sturen. Hè. Maar ik moet kaka doen. Maar als ik nu naar het toilet ga en dan komt die gast voor de elektriciteit, ja. Dus, ja. Dat gaat dus niet. Nee, en kakken in het donker, dat is zo... Allee, het is niet dat ik moet mikken met mijn drol, hè, maar... Ja, ik ben te veel details. Ben te veel details aan het geven. We wachten nu op de man voor de elektriciteit. A few moments later. Oké, mysterie is opgelost. We moesten eigenlijk de hoofdschakelaar aanzetten. En... We wisten nog eens niet dat er een was. Wel, die is per ongeluk uitgezet bij het buitengaan. Ja, we voelen ons een klein beetje belachelijk. Ja, we hebben dat mensen voor niks gestuurd. Maar ja, bon, goed. Dat is wel even gek, hè. Ik kan eigenlijk kakken met licht. Maar ik ga weer surfers. Heb je dat nu gezien? Voilà, we zijn de allerlaatste ochtend. Straks nog één keer gaan ontbijten. En dan is het... Bye bye, Gran Canaria. Het was een fijne vakantie, maar ik ben blij dat we terug naar huis gaan. De terugreis ga ik niet filmen, omdat we de heenreis hebben gefilmd. En ja, dat is gewoon hetzelfde, maar omgekeerd. Dus ik stel voor dat we de vlog nu afsluiten. We hebben het een paar dagen geleden opgenomen vanuit een prachtig strandje op Gran Canaria. Zo, dit was de vlog voor deze week. Hopelijk vonden jullie hem leuk. Vergeet vooral niet om een blauw duimpje omhoog te doen. Abonneer voor meer. En tot de volgende keer. Bye bye. Mwah. Allee, jou. Cool, schatje.